Een transport van een historisch vliegtuig is donderdagnacht klem komen te zitten in een viaduct op de A44. De vrachtwagen met daarop het toestel, een C-47 Dakota, bleek te breed en kon hierdoor niet door het viaduct. Het toestel was onderweg naar het voormalige vliegkamp Valkenburg en moest dienen als decorstuk voor de nieuwe musical Soldaat van Oranje. Dit is nu niet meer mogelijk. Het toestel is onherstelbaar beschadigd geraakt. De schade aan het viaduct valt volgens Rijkswaterstaat mee. In verzorgingstehuis Rijnzaad in Alphen aan de Rijn zijn bewoners vrijdagmorgen intern geëvacueerd vanwege wateroverlast. Er was een waterleiding in het plafond gesprongen, waardoor er gevaar voor kortsluiting ontstond. Bewoners werden naar de recreatieruimte gebracht. Uit voorzorg kwamen er veel brandweerwagens en ambulances naar Rijnzaad. De oorzaak van de waterleidingbreuk is nog niet bekend. Vanaf een ponton in zee is er in Scheveningen deze avonden prachtig vuurwerk te zien. Het internationale vuurwerkfestival is begonnen. Canada beet het spits af van het festival. Even was het de vraag of het spektakel op de eerste avond door kon gaan vanwege een grote onweersbui boven de Noordzee. Maar die trok naar het zuiden, zodat iedereen toch nog kon genieten van het Canadese vuurwerk.